Voldoende bewegen. Ja. En met voeding ook, ja, in plaats van boter bijvoorbeeld. Goede olijfolie te gebruiken onder andere. En daarnaast slik ik ook nog vitamine preparaten. Dat doe ik elke morgen. Dan slik ik wel één vitaminepilletje en een visoliepilletje. Omdat ik zelf niet van vis hou, dan is visoliepilletje weer een goede bekomstigheid als ter vervanging. Nou, ik slik een cholesterolpilletje. 20 plus kaas, geen boter, wel eens een Frans kaasje ertussen. Dus. Mijn grap is altijd een Bourgondier. Ik ben een Bourgondier. Mijn gezondheid die heeft me 3 jaar terug parten gespeeld. Dan heb ik een 10 jaar gehad. Ik ben er gelukkig weer helemaal van genezen en ik mag weer alles doen wat ik wil. Het klet wel overal op. Niet zozeer hoeveel calorieën, maar meer ook naar het logo wat erop staat. Ja. Van de bewuste keuze. Een stuk kaas. Light, het smaakt naar niks. Het is gewoon een marketingconcept, want zo light is het allemaal niet. Ik drink wel frisdranken light. Ik vind ze wel goed, ze zijn best wel lekker. Ik heb zelf aan mijn hart gehad. Als je dat hebt gehad, dan maak je je nergens meer druk om. Ik drink wel eens een biertje. Nou, bier minder. Het zet vrij veel aan, maar dat is elke vorm van alcohol. Vrij weinig. Ik heb het zelf eigenlijk op dit moment ook helemaal niet eens in huis. Ik moet er echt trek in hebben. Ik heb 2 hele goede vrienden. De een is brandmager en de andere die heeft een buik. En ja, het is gewoon een vies gezicht zoals hij eruit ziet. Ik heb vroeger in mijn jeugd heb ik 10 jaar een handbal gedaan. En na 10 jaar dacht ik van nou, het is genoeg geweest. Die doen petank, jeu de boel. En daar drink je ook een biertje bij. Tot mijn 50ste gevoetbal, dus ik bedoel, toen ging het niet meer vanwege rugklachten. Dus, helemaal niks, gewoon leven en doen.